is hij zelf op de hoogte van de hennep als grondstof. En dat zijn natuurlijk wel dingen waar zeker een man op zijn leeftijd al, dat wil ik zelf ook zeggen. Maar is hij dus zo maatschappelijk betrokken en begaan, was in eerste instantie was hij wel verbaasd van dat hij eigenlijk zo'n enorme invloed had gehad. Dat ik dat vertelde, dat het tolerantiebeleid in Nederland is uniek. Ja. En daar mogen we toch trots op zijn, want we zijn vanuit oudsher, het museum, zijn we een tolerant land. En het is jammer dat dat verdwijnt door, juist op zo'n punt waar de logica de weg wijst. En dat je kan cannabis niet meer uit deze wereld, niet meer uit Nederland, maar ook niet uit de wereld meer, denk ik. Nee. Nou, ik weet in ieder geval zeker dat meneer van Acht zelf nooit een jointje heeft gerookt. Want wij proberen net tot twee keer toe het jointje wat ik hem had gegeven voor iets geheel anders te gebruiken. Dat heb ik gezien, maar je hebt ook gezegd dat hij avontuurlijk is en voor open staat. En het zal mij niks verbazen als ik binnenkort lekker met Van Acht zo'n lekker pipootje rook. En dat is hier. Dat verdient hij ook. En dat zijn er meer mensen, weet je, die moeten ontdekken wat het is. En ja, niemand hoeft dat te doen. Maar nogmaals, je kan ook aan de borrel gaan en dan kritisch naar dit kijken. Ja, maar hij is nu wel uit, geloof ik. Hij is nu wel uit. Zullen we hem aansteken? Zullen we hem lekker opbouwen staan? Ja, ik ben moeder aan het werk, maar ga ze gang. Ik dacht dat je klaar was. Hier de partij.